Vako Gamers, Las hier. Welkom bij deze XXL aflevering van Minecraft Survival. Vandaag hier op deze super vrolijke zaterdag. Jongens, het is jullie gelukt om 7.500 likes te doen op aflevering 64 van Survival. Dus dat betekent dat we vandaag gewoon lekker een XXL aflevering gaan doen, waarin we een hoop dingen af gaan maken die we de afgelopen tijd begonnen zijn. Want ik ben natuurlijk wel veel aan het bouwen geweest de afgelopen tijd, maar er zijn nog een aantal dingetjes die niet helemaal af zijn. Die nog niet helemaal voltooid zijn, zeg maar. Dat is echt typisch weer iets voor mij. Ik begin ergens aan en ik rond het vervolgens niet af. Bijvoorbeeld dit hier. Deze anti-creeper parasol dinggeval. Die ervoor moet zorgen dat er geen creepers meer van boven daar naar beneden komen donderen. Die is nog niet af. Dat moet af. Er is hier, bij het kippenhok, even kijken aan deze kant. Hier is er een heel stuk bijgebouwd. What the fuck? Er zijn zombies die mijn kipjes willen aanvallen. Oh my god. Dan gaan we eens eventjes regelen. Hoppakee. Dat moeten we dus nog veranderen. Oh shit, ze hebben z'n drieën. Zodat je helden. Kom jullie... Hij heeft een ei gepikt. No. No. Zo, blijf van die eieren af. Kreng. Dit moet ik dus nog aanpassen. Er moet hier nog licht bovenop komen. Van dit. Kijk, hier. Dit soort glowstone dingen, die moeten ook hier komen. Ik heb alleen geen glowstone meer. Dus waarschijnlijk gaan we ook nog naar de nether vandaag. Dat moet ook gebeuren. En ik moet aan het algemeen gewoon een aantal dingetjes aanpassen. Om ervoor te zorgen dat alles weer... Kijk, dat zie je altijd, hè. Altijd één tekort. Oh! Eieren, ja leuk. Zo één keertje dan met eieren gooien. Gewoon voor de lol. Lalalala. Give me meer eieren, ja. Eén kipje. I'll take it. Dat compenseert weer voor die andere kip die ontsnapt is van de week. Want er is gisteren ook een kip ontsnapt en die woont nu hier. Kijk. Die woont nu hier. Hallo. Waar ga je naartoe? Ga nou daar kijken. Oké. Okay. Deze weet ook niet wat hij wil. Maar we gaan dus gewoon een aantal dingen afmaken. Deurtje open, deurtje dicht. En ik ga zo lekker pitten. Oh, lekker. Daar heb ik echt zin in. Ik heb gisteren ook weer een nieuw dekbed op mijn bed gedaan. En dat slaapt zo lekker. Oh, serieus? Lekker, joh. Gewoon een nieuw dekbed op je bed. En je slaapt weer als door een roosje. Huppakee. Als eerste, wat gaan we afmaken? Ik denk de creeper parasol dinggeval hier. Dat is het eerste wat af moet. Hup. Zo. Dan gaan we eens eventjes kijken hoe we dat precies gaan doen. Met welk spul en welk hout. Ik denk dat het wel mooi is als we dat met gewoon ook wood doen. Als we daar gewoon een paal van maken, hier op de hoek. En wacht eens, als ik nou deze pak. Zo. En ik hak deze weg, dan heb ik alweer wat glowstone dust. Hoppakee. Dat is alweer wat extra, dan hoef ik dat in ieder geval niet meer te zoeken. Dan doen we deze. Zo. Deze moet dan helemaal naar boven. Hup, 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 hup. Even kijken hoe we dat gaan doen, hoor. Nee, niet zo. Dit ziet er niet uit. Het moet wel netjes zijn. Het moet wel mooi zijn. Even kijken, hoor. Hij moet rechtop staan, namelijk. Zo. Hup. Oké. Okay. Dus één kant. Dan deze kant nog. Hier moet het ook. Precies hetzelfde. Heb ik nog genoeg van dat spul? Ja, tuurlijk. Ik heb eindelijk eens een keer genoeg hout bij me. Dat mocht ook wel eens een keertje potverjandrie dubbeltjes, zeg. Wacht eens, kunnen ze hier nou overheen? Nee. Gelukkig. Oh, dan zit ik hier... Zit ik weer beneden. Goed op elkaar. Laat ik eens steak eten. Daar heb ik zin in. Ik heb zin in een stuk dood dier. Omdat dat lekker is. Dode dieren zijn lekker. Zeker als je er een beetje saus overheen gooit. Zo, hoppakee. Kijk, dit ziet er al een heel stuk beter uit. Alleen dit moet nog even weg, zie ik. Dit moet nog even wieberen. Er zitten een paar dingetjes die niet helemaal kloppen. Deze bijvoorbeeld. En deze. En de rest klopt die. Dus dan kan dit weer naar beneden. En dan gaan we dat gauw aan de andere kant ook doen. Anders zit het scheef en dan kan ik niet slapen vannacht. Want als er iets scheef zit aan Minecraft, dan word ik s'nachts badend in het zweet word ik wakker. Terwijl ik in huilen uitbarst. Het klopt niet. Je moet het veranderen. Maar dat kan ik dan pas de volgende dag doen. Waar is hij nou? Oh, daar. Even kijken. Dan doen we dat. Kijken of we dat in één keer goed kunnen doen. Nee. Was ook te mooi om waar te zijn natuurlijk. Even kijken, dan doen we dan een glas eronder. En zo. Pep. En die kunnen we wel makkelijk wegtikken. Zometeen dan. Komt erbij. Ja, heb ik één. En dan deze eentje hier en eentje zo. Hoppakee, dit kan weg. Deze kunnen weg. Zonde van mijn glas, maar goed, ik heb toch op dit moment glas genoeg. Dan mag ik best mijn eigen ruiten ingooien, vind ik. Zo. Tadaa. Auw, jongen. Dat deed zeer. Nou kijk, dit ziet er toch een heel stuk beter uit, hè? Dit ziet er een heel stuk beter uit. Waarom? Oh, ik word in de jacuzzi gedonderd. Heel fijn. Ik had mijn zwembroek niet aan. Auw. Kijk, dit ziet er beter uit. Nou, dan zweeft hij in ieder geval niet meer in de lucht. Dan moet ik heel eventjes voor mezelf nog even kijken of dat ze ook aan de andere kant er niet meer in kunnen komen. Want ik ken die creepers, die vinden daar gewoon echt een weg. Waarvan ik denk van, daar hadden ze echt nooit moeten kunnen komen. Stel je voor, ik ben een creeper. Ik kom daar naar beneden donderen. Ik wil dingen opblazen. Waar kan ik dat doen? Hier kan ik dat doen. Kijk, dan moet je gewoon eventjes denken zoals een creeper. Hoe denken die beesten en waar zouden ze in kunnen komen? Hier zou die in kunnen komen bijvoorbeeld. Even kijken, dan gaan we dit dichtmaken. Hup. Zo. Nou, kan die daar in ieder geval niet meer in. Shh, ik ben een creeper en ik ga hier naar beneden. Shh. Hier kunnen alleen maar spinnen komen, maar dat mag ook niet. Daar heb ik ook een gruwelijke hekel aan, die beesten. Dus dit zit ook mooi dicht vanaf nu. Nou is die en creeperproof en spinnenproof. Hoe goed is die? Zo. Moeten er alleen nog wat lampjes bovenop. Nee, ik heb geen fakkels meer bij me. Dan is gewoon de volgende taak, denk ik, is naar de Nether. Om glowstone te fixen. Dat heb ik alweer veel te weinig. En dat wordt nog een hele klus, want alle glowstone die dicht in de buurt van de portal zit, die heb ik al meegenomen. Dus dat wordt nog een hele klus, denk ik. We gaan eens even kijken waar we dat kunnen fixen. Laat ik eerst al mijn zooi dumpen. En dan gewoon een beetje dirt meenemen, of glowstone bricks, hoe die dingen ook mogen heten. Hoppakee. Zodat ik in ieder geval niets kwijt kan raken, dat is belangrijk. Even kijken, hout. Kijk, ik heb allemaal van die hele dure shit bij me. Ik moet dit eventjes apart houden. Ik ga dit binnenkort ook even fixen, dit kan niet. Deze kisten die kloppen allemaal nog wel, dat zit helemaal goed qua inhoud, allemaal steen. Maar dit is echt weer zo'n derpkist. Ik ga dat van de week wel eventjes fixen, dat ga ik niet vandaag doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik doe even de stufferrijke tatas hierin. Mijn dure hout. Zo, hoppakee. Mijn zwaard neem ik mee uiteraard. Ik neem wat te eten mee zo. En de rest dump ik hier wel even in. Tijdelijk. Glas, glas, hout, 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 hout. Wol, 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 hout, hout, eten. Een breaking... Ja, laat ik hem maar meenemen. En de shovel. Shovel heb ik niet nodig, denk ik. Alhoewel, het is de Nether. Jawel, ik neem hem wel mee. Ik neem hem wel mee, want je weet me nooit. Deze. Heb ik nog ergens cooked potatoes? Of is dat ook weer op? Dat is ook op, zo te zien. Nou, weet je wat we dan doen? Dan hebben we gewoon meloen mee. Dat is ook lekker. Oh, niet in twee splitsen. Zo. Oké. Ready to go to the Nether, bitches. Mijn portal staat uit. Heel fijn. Let's go fix it. Dat kan ik oplossen, hè. Hup. Zo. Oh, wacht. Ik moest natuurlijk... bricks meenemen. Of dirt. Dat is ook goed. Dirt meenemen. En laat ik ook fakkels meenemen. Om de weg voor mezelf aan te geven. Want ik ken mezelf. Waar heb ik steen, hout, iets? Hier. Ik ken mezelf een beetje. Dan ga ik dingen lopen fixen. En dan ga ik ergens naartoe. En dan ben ik het weer kwijt. En dat mag niet. Zo, jij mag even daar blijven. Hup. Fakkeltjes. Zo. Midden genoeg. Let's go to the Nether, bitches. Deurtje dicht. En let's go. Ik heb mijn koffers gepakt en ik ga naar de Nether. Hoppakee. Gaat-ie. Bye bye, cruel world. Bye bye. Oké. Nou, daar gaat hij. Zullen we eens een keer deze kant op gaan? En ik ga altijd die andere kant op en daar is niks meer te vinden. Dus ik ga nu deze kant op. Daar loopt weer een zombie pigman. Daar moet ik heel erg voor uitkijken. Hier is vuur. Weg jij. Weg jij. Niet in de fik vliegen hier. Dat is niet tof. Zo. Ik ga ook gewoon dit weer meenemen. Quartz. Waarom ook niet? Ik ben er toch en het geeft XP. En ik kan best wat XP gebruiken. Want ik wil weer enchanten binnenkort. Aangezien mijn axe ook binnenkort opgaat. En mijn schep is er ook binnenkort eens een keertje aan. Dus ik heb gewoon een nieuwe axe nodig. En daar moet ik wel een mooie enchantment op kunnen krijgen. Anders dan werkt het niet goed. Oh. Loop dood hier. Ook lekker. Dat is niet de bedoeling. Ik wil een open ruimte hebben als het even kan. Dan weet ik even gewoon deze kant ophakken. En we zien vanzelf wel we uitkomen. Misschien dat we wel in één keer in een grote ruimte uitkomen. You never know. Dat is nou juist boy van de Nether. Dat je nooit weet waar je uitkomt. En in mijn geval dat ik altijd verdwaal. Waarom ben ik een kerstliedje aan het neurien? Dat is nergens voor nodig. Kerst komt pas over een paar dagen. Over een week of zo. Dus vandaag de 14e... Nog 11 dagen. Dan is het kerst. 11 dagen alweer. Holy shit, voor de wissel. Dat is al best weer snel. Kijk, dat bedoel ik. Oh! Dat bedoelde ik niet, zeg. Wat? Het is levensgevaarlijk hier. What the frick? Ik ga hier heel erg uitkijken. Maar ik wil wel weten wat daar om het hoekje is. Oké, komt hij heel voorzichtig les. Als hier nou een ghast komt, heb ik een probleem. Die mij aan de kant blaast. Kijk, daar is weer glowstone. Daar is glowstone en daar wil ik naartoe. Hoe gaan we dit doen? Op een veilige en goede manier. Ik denk deze kant op. Zo. En dan gewoon alsmaar rechtdoor. Dan op een gegeven moment naar rechts. Ik denk dat dat het slimste en het veiligste is. Dat ik heel erg uitkijk dat ik niet naar beneden donder. Een of ander gat. Want dan dat zou best wel behoorlijk mijn dag verpesten. Nadat mijn dag gisteren zo ontierlijk goed was met al die groene duimpjes. Moet mijn dag vandaag niet verpest worden doordat ik hier in Minecraft in de lava donder. Met al mijn dure shit en mijn hele dure pickaxe er ook nog eens bij. Van mijn fortune pickaxe, die wil ik wel behouden. Als dat even kan. Die wil ik gewoon weer terug meenemen uit de nether. Dan heb ik geen zin om die hier achter te laten. Hup. Ja, hallo. Oh. Dit is nu precies hetzelfde verhaal als die vorige keer met mijn hutje. Precies hetzelfde gestuntel en gedonder. Daar moet ik dus naartoe. Wacht even, daar is glowstone. Daar. Dan ga ik die kant op. Heel voorzichtig. Hou shift ingedrukt, Lars. Als hij nou op de een of andere manier zegt van fuck jou Lars, ik laat shift los, dan ben ik klaar. En ik heb het idee dat dat wel eens een keertje gebeurt. Dat shift niet meer geregistreerd staat. Daar beneden staat ook glowstone, dus daar moet ik ook heel erg voorzichtig mee zijn. Oh shit, er is ook echt geen land daar beneden. Als ik nu donder, dan is al mijn dure shit voorbij. Maar ik wil het hebben. Ik zit echt met... Serieus, met trillende vingertjes op mijn shiftknop. Oh, als ik donder, ben ik dood. Nee, ik word niet dood. Ik ben nog te jong. Ik ben pas 25. Ik ben nog veel te jong om dood te gaan. Wel een behoorlijke klote dood. Als je doodgaat omdat je in de lava gedonderd bent. Is het wel denk ik klaar met je. Denk ik. Kijk, we zijn er bijna. Gaan we er even een plateautje onder maken. En dan gaan we zo meteen daar naartoe, want daar zit nog meer nether. De nether gaat gewoon verder. Dat rijmt. Ik kan zo goed rijmpjes maken. Ik moet rijmpiet worden bij Sinterklaas. Zo. Oké, eventjes mijn shiftknop los. Holy shit, mijn pink is helemaal verstijfd. Beter dat je pink verstijft dan iets anders. Huh? Zullen we maar denken. Zo, even kijken. Dan gaan we hier nog een klein laagje eromheen doen. Zodat in ieder geval de glowstone dust veilig naar beneden dondert. En dat mag wel naar beneden vallen, de glowstone dust. Dat vind ik niet erg. Glowstone dust mag best vallen, zolang ik me niet val. Als ik val, dan word ik zo ontierlijk chagrijnig. Oké. Gaat-ie. Nee, nog één laagje eromheen, anders weet ik het niet zeker. De dirt is op, dat is ook heel fijn. Zo. Oké, komt-ie. Fortune pickaxe. We hebben nu 0 glowstone dust. Even kijken hoeveel we eraf kunnen krijgen. En ik weet ook helemaal niet of glowstone pick of fortune pickaxe werken op glowstone trouwens. Er is trouwens alweer een heleboel naar beneden gedonderd. Heel fijn. Heel fijn, luister. Goed gedaan. Dat weten jullie wel. Laat even weten in de comments. Werkt een fortune pickaxe op glowstone dust? En ik hoor een ghast. Ik weet alleen niet waar die zit. Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. En ik ga niet vragen of die Sint de groeten wil doen. En of hij wat in mijn lege schoen wil gooien. Want daar is het geen ghast voor. Ghasts zijn puur om mij te irriteren. Oh, weer de helft naar beneden gedonderd. Je gaat niet echt heel erg milieutechnisch om met je glowstone Lars. De helft is in de lava gedonderd. Zucht. Nou ja, moet maar. Hoeveel hebben we nu? Hier gaan we eventjes hup van maken. 16. Hup. Oké, 23. Dat is voldoende voor mijn kippenhok. Maar niet voldoende voor mij, want ik wil meer hebben. Ik ben echt zo'n habit. Ik wil meer. Ik wil meer. Het is nooit eens een keertje genoeg. Altijd meer glowstone. Hup. Nee, hier kan ik nog niet veilig naar beneden jumpen. Wat ik eigenlijk wel gehoopt had, maar dat gaat nog niet. Kan ik hier een dingetje onder plaatsen, please? Nee, dat gaat niet. Nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon langzaam bouwen totdat we boven het land zijn. En dan springen we wel naar beneden. Maar dan wil ik eerst veilig boven land zijn, anders doe ik dat niet. Dat soort gevaarlijke stunts ga ik hier niet uithalen. Vind ik te link. Mijn leven is me dierbaar. Ik hoop die van jou ook. De heilige kip heeft je het leven gegeven. Daar moet je er dankbaar voor zijn. Zo, kijk, dit is allemaal weer XP. Ik weet niet of ik het allemaal meepik, maar het is allemaal XP, dus dat is allemaal goed. Zo, ik ga gewoon hier. Fuck dat. Zo. 1, 2, heb ik ook nog dit meegenomen. Komt-ie. Banzai! Appakee. Zo. En dan ga ik heel eventjes een paar fakkels hier neerzetten, zodat ik zeker weet dat ik hier weer terugkom. Want ik ken mezelf. Dat ga ik ongetwijfeld weer vergeten. En ik ga weer verdwalen. Appakee. Daar, zo, hier. Zo, dan weet ik dat heel duidelijk. Meer glowstone, please. En meer kwarts, ook goed. Nou, prima, kan ik ook weer leuke dingen mee doen. Ik wil binnenkort misschien nog een tempel gaan bouwen voor de heilige kip. Want ik heb nu alleen maar een standbeeld van Korn. Maar ik wil meer. En ik denk dat de heilige kip ook wel meer wil. Die zal dat ook wel leuk vinden. Als hij gewoon een mooi tempel heeft ergens. Want ik zat eraan te denken om mijn stadje, mijn boerderijtje zoals het nu eigenlijk is, uit te breiden tot een soort stadje. Met een treinstation en met een bakker en met een smid. Weet je, dat soort dingen. Misschien is dat wel leuk om te doen. Dan heb ik in ieder geval meer dan alleen maar mijn dorpje. Maar ja, dat is nog best een behoorlijk werk. En ik ben nog altijd van plan om op aflevering 100 te gaan resetten. Dus ik weet het nog niet hoe ik dat ga doen. Ik weet nog niet hoe ik het aan ga pakken. Dat is nog eventjes de grote vraag. Zowel voor jullie als voor mij. Over de toekomst van de Minecraft Survival serie. Maar ik vind Minecraft Survival, ik vind het serieus tof om te doen. Alleen op een gegeven moment ben je wel een beetje klaar met alles. En daarom dacht ik van, weet je wat Lars, als je er nou gewoon eens een grotere wereld van bouwt. Als je nou gewoon eens zorgt dat er meer dingen in komen. Zoals een smid, zoals een slager, zoals dat soort dingetjes. Een juwelier misschien, om de juwelen in op te slaan. Dat is voor mezelf ook leuk. En heel misschien dat ik er ooit nog wel eens een servertje van ga maken. Maar dat is echt van heel late zorg. Dat zal echt veel later zijn. Als dat überhaupt ooit al eens een keertje gebeurt hoor. Dat is ook nog maar de grote vraag. Maar ik merk wel dat mensen het leuk vinden, maar... ik heb altijd gewoon lekker gehad mijn survival wereldjes van mezelf. Ik kan altijd doen wat ik er wil. En als ik eens een keertje niet ben... als ik er een keer niet ben, dan verandert er ook niet zo heel veel. En dat vond ik nu juist wel lekker. Dan gaat er nog meer glowstone. Dus ik zit er nog over te twijfelen. Hoe ik dat precies ga invullen. Maar dat komt allemaal nog wel. Dat is allemaal van later zorg. Zo. Dat is allemaal toekomstmuziek. En iedereen is bezig met de toekomst van YouTube op dit moment. Dus waarom zal ik er niet mee mogen doen? Oké. Hier is mooi een dingetje ondergekomen. Om te voorkomen dat het zooi in de lava dondert. Wat het ongetwijfeld toch nog wel gaat doen. Want daar is het potverdorie die nether voor. Om al je zooi te slopen. En daarom heb ik zo'n gruwelijke hekel aan de nether. Omdat ik altijd met minder spullen terugkom nadat ik erin gegaan ben. Zo. Oké, nou dit moet voldoende zijn. Denk ik. Hoop ik. Smeek ik. Komt u maar. Glowstone dust. Dank u. Zo, kom. Moet nog hoger. Ik moet hoger. Oké, is goed. Ik hoef deze keer niet dieper, maar hoger. Wat zullen jullie daar nou allemaal aan doen? Weet je wat mijn brug gebruik maken? Hebben jullie daar wel tol voor betaald? In de vorm van 80 glowstone bricks. Zelletje freaks. Ik vind het maar rare wezens, die zombie man. Zombie Pigman, ik vind rare figuren. Ze zien er hartstikke evil uit, maar ze doen geen reet. Tenzij je ze chagrijnig maakt. Valt het in de lava? Nee, gelukkig. Dit valt wel in de lava, denk ik. Nou, nog niet eens. Zo. Oké, als ik deze weggehakt heb, ga ik weer terug naar mijn landje. Dan ga ik weer terug en dan ga ik kijken wat ik daarmee kan doen. Zo, maar eerst dit meenemen. Maar dit is toch allemaal zonde als ik dit nu hier laat hangen. Dat vind ik nergens nodig. Heb ik zo'n partij moeite gedaan en dan laat ik in één keer de helft hangen. Dat is niet tof. Zo. Wij zullen niks verspillen. Dat zeggen ze altijd op de tv. Alles recyclen. Nou, dat ga ik dan doen ook. Oké. Zo. Er zit bijna geen glowstone meer in die hele nether, joh. En hoppakee, niet te ver graven, want als ik nu eentje te ver graaf, dan zit ik in het lava. Zo. Geef maar mee. Dank u, 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 dank u. Oké, hoeveel kunnen we daarvan maken? Er is echt alsnog een heleboel in de lava geflikkerd, volgens mij, hoor. Dit worden er 16. Ah, nou maar we hebben er best een heleboel. Hup. Check hoeveel. Binnen 64. I'll take it. Ik kan die ook nog even pakken daar. Is op zich best makkelijk te bereiken. Laat ik dat nog even doen. Dat is zonde om dat niet nou eventjes te doen. Zonde om te laten liggen. Ik ga die gewoon ook even pakken. Die zijn wel heel erg accessible, zullen we maar zeggen. Even uitkijken dat we niet in de fik vliegen. En ik weet het, ik ben een hele hete jongen, maar niet op deze manier. Zo. Hoppakee. Oh, dat ging bijna. Op blijven letten, Lars. Op blijven letten en niet in de lava donderen, jongen. Dat gaat helemaal verkeerd met je. Kijk, hier kan ik het er gewoon onder doen. Dit is een stuk makkelijker. Dan hoef ik niet te zorgen dat ik zelf in de lava donder. Het is gewoon een kwestie van dit dichtmaken. En dat kan ik wel. Oh, nee, niet zo. Dat kan ik wel. Het eerste wat ik doe is het fout doen. Heel goed, Lars. Tweede keer dat het fout gaat. Goed gedaan. GG wel played, zeggen we dan in dat soort gevallen. Zo, hup. Gelukkig heb ik een hoop dirt meegenomen. Dan had ik dit al voorzien, dit soort dingetjes. Ik ben eindelijk eens een keer... Ik hoor weer een gast. Ik weet niet waar die beesten zitten, maar ik heb er geen zin in. Ze mogen eventjes een keertje niet op bezoek komen. Ze gaan maar lekker bij hun oma op bezoek of zo. Niet bij mij, dit is tenslotte de nedder. Er zat vast wel ergens een dooie oma hier. Zo. Hoppakee. En... Oh, het is helemaal niet zo heel diep met lava. Maar wel diep genoeg om mij dood te laten gaan waarschijnlijk. Zo. Hier zit nog lava onder, denk ik, dus ik moet heel voorzichtig zijn. En dit gewoon weghakken. En uitkijken dat ik niet te enthousiast ben en meteen de lava inspring. Kijk, dit bedoel ik. Dit gaat dicht. Hier zit ook nog lava onder, denk ik. Dus dan ga ik eerst even deze weg. Om te voorkomen dat de rest ook in de lava dondert. Zo. Nou, dan heb ik voorlopig weer glowstone genoeg. Daar kan ik weer mooie dingetjes van maken. Ik was alleen maar bezorgd toen mijn glowstone op was naar de kerstboom. Zo. Maar nu heb ik voorlopig weer voldoende. Kan ik weer dingen verlichten, zoals straatlantaarns en nieuwe kippenhokken. En misschien ooit nog wel eens een varkensstal, want die moet ik ook eigenlijk nog wel hebben. Die heb ik ook nog niet eigenlijk, een varkensstal. Ik heb nog helemaal geen varkentjes. Geen schattige kleine varkentjes, die knar knar zeggen. Dit wil ik meenemen. Gewoon puur voor de XP, dank u. En hier zat nog ergens een beetje, geloof ik. Deze pickaxe is echt een motherfucking beast ding, jongen. Check hoe snel dit gaat. En dan moet ik hier dus weer veilig naar boven. Nou, dat gaat goed komen. Let op, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bijna. 10, 11. Not close enough. Maar we gaan het lukken. Ik geef niet op. Geef nooit op. Dat is belangrijk, hè. Nooit opgeven. Wat je ook doet. Nooit opgeven. Zo. Hup. Oké, kijk, nu kan ik veilig naar de overkant. Eindelijk eens een keer geen gedonder met vervelende bruggen. Waar ik vanaf donder, hier kan ik gewoon veilig overheen wandelen. Zo, en dan is hier gewoon de portal. Nou, het gaat verbazingwekkend makkelijk vandaag. Hoppa. Zum Hause bitte. En snel. Dank u. Hoppakee, het is hier nog dag ook. Hoe mooi willen we het hebben allemaal. Even kijken, we willen... Glowstone dust. Maken we glowstone van. Glowstone dust maken we glowstone van. En glowstone dust maken we glowstone van. Ah, heb ik weer één te weinig. Dat is redelijk scumbag. Dat is redelijk scumbag, maar vooruit. Zo, 22. En die. Nou, hier. Hoe mooi willen we het hebben? Ik ga mooi meteen werken aan het licht. Voor het kiphok. Dat is belangrijk. Dat moet gebeuren vandaag. Anders spannen er weer allerlei enge beesten. Want ik zou dingen af gaan maken. Er zitten er hier 3 tussen. Dus waar is mijn X? Even kijken. 1, 2, 3 zitten er tussen. Dan moet hij daar. 1, 2, 3 zitten er tussen. Dan moet hij daar. Daar dus. En ja. Dan zit hij dus weer scheef. Heel fijn. Heel fijn. Komt weer eens een keer niet uit. Zo. En als ik er nou 2 van maak. Wacht even. Als ik nou eens 2 ertussen doe. Dan komt hij hier. 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 Nee, komt ook niet uit. Als ik er nou 1 tussen doe. Komt hij hier. Hier. Nee, dat komt ook niet uit. Want dat zit natuurlijk weer in een interval met 3. Zucht. Nou, weet je wat? Dan komt het maar op het dak niet symmetrisch uit, hoor. Fuck it. Ik ben te lui om dat elke keer maar te fixen. Het gaat maar gewoon een keertje zo, zoals het uitkomt. Hup. En dan hier. En dan hier, dit is het midden. En hier, dit is het midden. Zo, kijk eens dames. Hoor ze eens kakelen jullie beesten. Die zijn er helemaal blij mee. En terecht. Alhoewel, het komt nog op zich best goed uit. Want hier zit hij wel aan de rand. Het kan slechter. Dat had echt een heel stuk verkeerder kunnen aflopen. Zo dames. Dat is mooi hè? Jullie mooie nieuwe huisje. Er moet alleen nog wat aan gedaan worden qua dit soort trappetjes. Dus die gaan we eens even fixen. Salto. Hoppa. 360 no scope across the map, jongen. Kom hier dan. Hout. Dit hout heb ik nodig. Ook wood heb ik nodig om er op de rand te doen. Daar heb ik nog meer van nodig, denk ik. Ik heb nog meer ook wood nodig. En dat hebben we natuurlijk weer niet, hè. Nee, dat hebben we weer niet. Dat zal eens een keertje niet zo zijn. Nieuw hout, please. Hoppakee. Die meloen, het is makkelijk te verbouwen. Maar het is eten waar je echt geen ene reet in hebt. Ik had echt net zo goed mijn hand in de waterbak kunnen stoppen en water kunnen drinken. Had ik ook minder honger van gekregen. Kijk eens even aan. Het bos is ondertussen weer herplant, zo te zien. Dat is nice. Want ik had natuurlijk de vorige keer allemaal van die saplings er neergezet. Dus mijn houtvoorraadje is weer terug. Heel mooi. Dat betekent dat ik het allemaal weer weg kan halen. Zometeen weer een boze Greenpeace aan de lijn. Helemaal lachen allemaal. Kan ik weer zeggen, ja jongens, dat was echt nodig. En het was ook echt nodig. Want ik heb gewoon hout nodig. Hout mag best gebruikt worden als het dient ter verbetering van de situatie van kippen. Dan mag het allemaal. Dan is alles toegestaan. Zo. Hup. Dan is zelfs de president van Amerika omleggen toegestaan als dat mag. Oh, appeltje. Om, nom, nom. Want zelfs dat mag als het nut van kippen dient. Het staat ergens in de Amerikaanse grondwet. Sectie 25 of zo. Dunno, moet je even ergens opzoeken. Het staat vast wel ergens. Zo. Kijk, ik heb het ook van het hele darkwood hier. Dat is ook wel lekker. Hoef ik daar ook niet meer voor te zoeken. Het enige wat ik nu nog zou kunnen gebruiken is acaciahout. Dat heb ik nog niet. En ik heb ook nog geen savanne gezien hier in de omgeving. Dus misschien dat we binnenkort met z'n allen wel eens een keertje op safari gaan. Dat we gewoon gaan zoeken. Echt specifiek. Een paar afleveringen lang naar acaciahout. Misschien dat dat wel leuk is. En dat we dan gewoon daar een paar saplings van gaan zoeken. Zodat ik die ook hier kan planten. Dat is wel makkelijk, denk ik. Het is makkelijk voor mij, omdat ik dan verschillende soorten hout heb hier. Ik heb nu heel makkelijk donker hout. Ik heb heel makkelijk iets lichter hout. Er ligt daar trouwens nog een stukje hout dat ik hebben wil. Dank u. En ik heb natuurlijk verderop het spruce wood. Heb ik ook nog. Maar het enige wat ik niet heb, dat is dus acaciahout. En dat is nou juist zo mooi. Dat is licht hout. Heel erg licht. Het is nog lichter dan dit. En het ziet er gewoon heel tof uit. Maar daar moet ik dus wel voor op avontuur binnenkort. Interessant. Interessant. En dat betekent dat we dus een paar afleveringen weer weg zijn van mijn huisje hier. En als jullie nou zoiets hebben van, luister, dat is een dom idee, dan moet je dat vooral niet doen. Zet het dan alsjeblieft in de comments neer. En mocht je zoiets hebben van, luister, dat is een tof idee. Je moet binnenkort weer eens op avontuur om een ander soort hout te zoeken. Zet het dan ook maar in de comments neer. Ik ben heel benieuwd. Ik ben überhaupt benieuwd of iemand überhaupt nu nog zit te luisteren. Dat is ook wel wat. Laten we er even een codewoord erin gooien. Want ik ben nu, hoe lang ben ik bezig? Bijna 30 minuten, dus we zijn bijna klaar. Maar we moeten nog even een codewoord verzinnen voor vandaag. Het codewoord, om in de comments te typen, om te laten weten dat je nu nog aan het kijken bent, is kerstbal. Dat vind ik wel een mooie. Kerstbal, want het is bijna kerst. Snap je hem? Snap je de link? Ik snap hem. Komt-ie, 360 no-scope. Hoppakee. Wat een mooie saltolas. Dus mocht je nog zitten te kijken op een of andere vage reden, zou je niet weten waarom, doe eventjes kerstbal typen in de comments. Dat weten namelijk als het goed is alleen de mensen die nu nog aan het kijken zijn. Als je nu aan het kijken bent, dan weet je dat niet. Haha. Dus dat is een mooie reden voor mij om eens even te checken wie dat nog allemaal doet. Wie de moed heeft om deze aflevering af te kijken. Hup. Tada. Zo. Hetzelfde met livestreams. Mensen die zitten soms echt complete livestreams terug te kijken. Wat natuurlijk super tof is. Maar ik zou dat echt niet uithouden. Misschien dat het aan mij ligt. Maar ik kan eigenlijk van niemand, kan ik een livestream 2 uur terugkijken. Omdat ik na 10 minuten zoiets heb van, weet je, ik heb het ondertussen wel weer gezien. En blijkbaar zijn er dus een heleboel Vako Gamers die gewoon echt op de 29ste, 30ste minuut afleveringen door blijven kijken. En het is gewoon echt serieus super baas. En dat is niet alleen maar omdat ik het niet kan, maar meer omdat zij het wel kunnen. Ik vind dat echt serieus knap. Ik kan dat niet. Ik ben daar niet toe in staat. Hoppakee. We zijn bijna klaar met het kiphokje trouwens ook. Zo. Hup. Deze. Deze, deze en deze. Nou, nog hout eromheen. Dan ben ik helemaal klaar met dat kiphok. Voor nu tenminste. Nee, niet zo. Er moet een randje onder. Zo. Anders kan die er niet op. Hup. Zo, en dan gaat dit. Zo. Dit is echt zo'n rare hoek waaronder hij dat erin moest zetten. Waarom hebben ze dat zo moeilijk gedaan? Dit is de meest normale hoek die er is. Gewoon rechtop. Waarom moet het nou weer zo speciaal? Zo. En dan hier en hier. De achterkant ook natuurlijk. Ik heb op dit moment hout zat, dus waarom zou ik het niet doen? Zo. Moet ik even naar de andere kant weer. Om dat weer goed voor elkaar te krijgen. Dit kan even weg. Zo. Dat hebben we allemaal niet nodig. Dat is alleen maar ter ondersteuning, zeg maar. Ter ondersteuning van mezelf. Huppakee, daar is alles weg. Dit gaat nog eventjes een klein beetje weg. Om te zorgen dat het een losstaand gebouw wordt. Wat ook wel belangrijk is. Zo. Kijk, dit staat los. Heel mooi. Hier komt nog eentje. Op de hoek natuurlijk. Hup. Hup, 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 hup. Hier. Ja, hier moet hij ook. Hier moet hij ook. Dat is gewoon zo. Daar kan ik niks aan doen. Het is nou helemaal zo. Zo, anders kan ik echt niet slapen vannacht. Als ik dat niet goed doe. Het moet allemaal overeenkomen. Het moet allemaal kloppen. En ik heb toch hout staat. Dus waarom zou ik het niet doen? Huppakee. Nog hier een beetje. Ga weg, hout. Du zit in de wegen, ja. Du zit in de weg. Zo. Hup, hup, hup. Nou zit ik hier weer in een grot. Gezellig. Waar is de uitgang? Daar. Heel goed. Dit gaat weg. Dit moet ik binnenkort nog even dichten met een stop erop. Zo. Dit kan weg. Dit moet ook eventjes afgehakt worden, want dat is niet onderdeel van het huisje. En dan moesten we er nog even het dak op. Om te zorgen dat al dat dirt ook weggehakt wordt. Dit moet allemaal hier omheen. Zo. Oh, ik heb ruim genoeg hout deze keer. Wat krijg je als je je bos herplant, Lars? Dan heb je gewoon hout over. Het wordt trouwens bijna donker, dus ik moet afschieten. Tempo, Lars. Tempo maken. Anders komen al die enge beesten weer. Ik pak dit echt weer verschrikkelijk handig aan. Maar niet heus. Er zijn zoveel makkelijkere manieren om dit te doen. En op welke manier doet de Vako het? Op deze manier. Nou, ik vind het gezegend. Ik doe het gewoon zo. Ik doe de dingen op mijn eigen manier, ja. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Zo. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huppakee. Een heel gouden dak op. Een soort zwarte piet spelen. Om ervoor te zorgen dat dit weggehaakt wordt. Maar dit ziet er natuurlijk niet uit. Ik moet dat crafting ding nog weghakken daar. En dan ben ik helemaal klaar met mijn kippenhok. En dan ben ik ook wel grotendeels klaar, denk ik. Met deze XXL aflevering. Want dan zitten we over een half uur heen. We hebben lekker een heleboel gedaan met z'n allen. Helemaal allemaal toffe dingen. We hebben bijvoorbeeld een heleboel. En daar ben ik echt serieus super blij mee. Een heleboel glowstone. Daar ben ik echt super tevreden mee. Want dat was op. Dat had ik niet meer. En daar kon ik dus niks meer mee doen. En nu, glowstone is er weer. Het kippenhok is groter. We hebben daar een mooie parasol. Om ervoor te zorgen dat er geen Duitse creepers meer bam erbovenop kunnen lopen. Wat wil een mens nog meer op een mooie zaterdag als deze? Ik zal de mensen vertellen wat een mens nog meer wil. Ook een duimpje. Zou heel erg leuk zijn. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, mocht je nog geen like hebben gedaan, help me daar heel eventjes mee. Doe even nog een duimpje op deze video. Ik zou het namelijk weer super tof vinden als we de 4000 weer een keer konden halen. Voor nu heb ik verder niet zo heel veel meer te melden. Ik ga jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze extra lange aflevering van Minecraft Survival. Jullie hebben het helemaal zelf gedaan. En ik zie dat deze aflevering weer eindigt met een blunder. Want ik ben het weer vergeten. Oh, om dat ding weg te halen. Oh. Nou, doe ik de volgende keer wel. Vako Gamers, bedankt voor het kijken. Ik ga zo meteen lekker mijn warme bedje in. En ik zie jullie morgen weer terug bij meer Minecraft Survival. Hier op Vako Games. Mazzel!